Poro pamireng sing ditresnani Gusti Yesus, iki Radio Shalom, ing dino iki metui sampeyan, ing sakjerone programa Banyu Panguripan, kanggo mbangun lan nyirami kasukman kita sedoyo, karo pituture Gusti Yesus Kristus. Selamat mirengaken, Gusti Yesus berkahi. Selamat esok para pamireng, Gusti Yesus berkahi. Kula sedulur Edmond Fuchs, selamat mirengaken ing asmane Gusti Yesus Kristus. Aku kepengen ndedonga kanggo sampeyan kabeh. Bapak kawula ing swarga, kula matur kesuwun ing asmane Yesus Kristus. Kula ndongaaken para pamireng supaya pangandikane kula saged mantep ing ati kita. Ing asmane Yesus Kristus. Amin. Temae dino iki jenenge Moro karo kendel marang dampare kawelasan. In het Nederlands luidt het thema met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van genade. Ayo podo moco in kitab suci Sangko Ibrani bab sekawan ayat 16. Awit kuwi ayo podo moro karo kendel marang dampare kawelasan supaya kita podo oleh kebecian lan nemu kawelasan sing njalari kita ditulungi ing wancine. In het Nederlands zullen we dan ook lezen uit Hebreeën 4 vers 16. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, omdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Gelegener tijd kunnen we ook zeggen ogenblikken waar wij het moeilijk hebben. Kita kabeh sing percaya marang Gusti Yesus bisa moro karo kendel marang dampare kawelasan golek pitulung. Gusti pancen gedhe kuasane lan bisa nulungi awake dhewe. Nang arepe dampare kawelasan kita bisa entuk dadi waras. Wong-wongane sing padha lara saka demit iku padha wae bisa waras meneh. Problem-problem apa wae kita bisa entuk pitulung. Gusti ngerti wangsulane kabeh problem. Dus broeders en zusters, wanneer wij komen voor de troon van God, de troon van genade, dan kunnen wij daar genezing ontvangen. Dus voor de troon van Gods genade kunnen wij ook bevrijding ontvangen. Voor de troon van genade kunnen wij ook financiële hulp krijgen. Voor de troon van genade kunnen mensen die trauma's hebben ook daar herstel ontvangen. Alles is mogelijk bij God. Wat belangrijk is, wij moeten dan komen voor Gods troon van genade. Daar is de plaats waar wij tot Hem spreken. Is de plaats waar wij in gebed gaan. Is de plaats waar wij dus onze harten aan Hem uitstort. Het is een plaats, broeders en zusters, waar wij met alle vrijmoedigheid moeten komen. Dus voor Gods troon. Waar wij alles aan de Heere kunnen zeggen wat wij in ons hart hebben. Sporo pamireng, Gusti Allah kita uga kasebut Yehova Jireh. Tegese Gusti sing nyawiske.
iku njikuk sangka wiwitan 22 ayat 14. Terus Gusti Allah kita uga kasebut Yehova Rafa, tegese Gusti sing maraske. Jika sangka pangentasan 15 ayat 26. Gusti Allah kita uga kasebut Yehova Rohi, tegese Gusti kuwi pangonku. Jika sangka Mazmur 23 ayat 1. Gusti Allah kita uga kasebut Yehova Elyon, tegese Gusti Allah sing Maha Luhur. Iku jika sangka wiwitan 14 ayat 19. Haleluya. Gusti gedhe tenan. Para sedulur, kerjanane Gusti Yesus wis dirampungke ing Golgota, supaya wong-wongane sing awake ringke ananging percaya marang Gusti Yesus bisa padha mara karo kendel marang dampare kawelasan. Het volbrachte werk, geliefden, van de Heere Jezus op het kruis van Golgotha heeft het mogelijk gemaakt dat wij als zwakke en gebroken mensen met alle vrijmoedigheid voor de troon van genade kunnen komen zonder enige veroordeling. Ananging wong akeh sing padha goleki meneh kepungkur kita nalika kita isih urip ing dosa. Mau-maune sing wis kliwat aja digoleki meneh. Aja dipikir meneh. Iku terus marake kita bingung-bingung. Iku marake kita ora bisa mara karo kendel marang dampare kawelasan. Vaak kijken wij terug, moeders en zusters, naar onze zondige verleden. En daardoor verliezen wij onze vrijmoedigheid om tot Gods troon van genade te komen. Wij moeten als kinderen van God de boodschap aangaande de troon van God, de troon van genade, niet uit het oog verliezen. En daar is de plaats waar wij in gebed tot de Heer komen. De plaats om een relatie met onze Heer te hebben. En de duivel zal alles doen om ons te verhinderen. Om te voorkomen dat wij de troon van genade bereiken. Daarom moeten wij standvastig en onwankelbaar zijn. Wij moeten alles doen, geliefden, om op die plaats te komen waar wij standvastig zullen zijn en onwankelbaar, bestendig tegen alle vurige pijlen van de vijand. Iblis bakal nindakake apa-apa kanggo kita ora bisa teko marang dampare kawelasan. Mulane para sedulur, padha sing mantep lan jejeg ing pangandelmu. Misschien zijn wij bang omdat wij na onze bekering in zonde zijn gevallen. Als het zo is, moeten wij weten dat bij God vergeving mogelijk is. Mensen die tot bekering zijn gekomen en daarna toch in zonde zijn gevallen, vaak zijn die mensen bang. Bang om voor Gods troon te komen. Maar wij moeten weten dat onze God een liefdevolle God is. Hij verlangt dat wij bij Hem terugkomen. En dat kunnen we ook lezen uit 1 Johannes 2 vers 1 en 2. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus,
de rechtvaardige. En hij is een verzoening van onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Dus moeders en zusters, er is hulp. Er is hulp bij onze Heer. Wanneer wij ons hart openstellen aan onze God en we hebben een zonde begaan, dan zullen wij met alle vrijmoedigheid voor de troon van de Heer komen om onze zonde te beleiden. Wij moeten werkelijk berouw hebben. En dan zullen wij ook door de Heer vergeven worden. We hoeven niet bang te zijn, want we hebben de Heer Jezus die voor ons pleit. We kunnen dat lezen in Hebreeën 7 vers 25, waar de Bijbel ons leert dat Hij altijd leeft, de Heer Jezus dus, om voor hen te pleiten, de gelovigen. Om voor de gelovigen te pleiten. We hebben de Heer Jezus, de Zoon van God, geliefden. Om voor ons te pleiten. En daarnaast hebben wij ook de Heilige Geest die voor ons pleit. Dat kunnen we ook lezen uit Romeinen 8 vers 26. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Broeders en zusters, hier zien we dat de Heilige Geest ook voor ons pleit. Hier zien we ook hoe belangrijk het gebed is, dat de Geest van God zelf voor ons pleit, dat wij werkelijk zullen bidden naar Gods wil. Dus broeders en zusters, we hebben ook een geweldige familie in de hemel, onze medegelovigen. En de Bijbel leert ons daar dat onze familie in de hemel, dat zij dus vol zijn van aanbidding en bewondering voor onze God. Oh, ik kan me voorstellen hoe het is. En dat kunnen we ook lezen uit Openbaring 4, vers 8 tot en met 11, waar we daar ook te maken hebben met de vier dieren en de 24 oudsten, en waar zij dag en nacht de Heere groot maken, de Heere aanbidden, en zeggen: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komt. En wanneer wij Openbaring 4 vers 11 opslaan, dan lezen we ook daar over de 24 oudsten, die de Heere ook groot maken. En zij zeggen: Gij onze Heere en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht. Dus broeders en zusters in de hemel, daar is er vrede. In de hemel, daar wordt de Heere aanbeden, groot gemaakt. En hier op aarde kunnen wij dat ook doen. Om onze God alle eer, alle prijs, alle lof en alle aanbidding te geven. Halleluja. En kito, wat die amerko kito gawit husomane, ngertio nek gusti piso ngapuro kue. Ayo podo moco ing siji Yohanes bab kale ayat setunggal lan loro. Ini Yohanes 2 vers 1 and 2. Anak-anakku, perkara iki tak tulis marang kowe supaya kowe aja padha gawe dosa.
Nanging yen ana sing nggawe dosa, kita padha duwe sing mbelani ing ngarepe Bapa, ya kuwi Yesus Kristus sing adil. Ya panjenengane kuwi sing dadi pangrukunan kanggo sak kabeh dosa kita, lan ora mung kanggo dosa kita wae, nanging uga kanggo dosane wong sak jagat kabeh. Terus sepisan maneh, yen kita wedi amarga kita gawe dosa meneh, ngertiyo nek Gusti bisa ngapura anak kue. Para sedulur, kula ngaturaken bunga lan kesuwun sing padha mirengaken pangandika kula. Aku kepengin ndedonga kanggo sampeyan kabeh ing basa Walandi. Hemelse Vader, ik wil u dank zeggen voor Jezus Christus. Wij danken u dat hij gekomen is om ons de mogelijkheid te geven om te kiezen voor de eeuwige verdoemenis of voor het eeuwige leven. En wij danken u dat door uw grote genade wij de Heer Jezus mogen kennen. Wij verdienen het niet, maar het is uw genade, o Hemelse Vader, dat dit onderwerp van vanmorgen de luisteraars mag opbouwen en standvastig in maakt. Dat wij voortaan in alle vrijmoedigheid tot de troon van genade zullen komen om tot u te bidden. In de naam van Jezus Christus. Heer, dat de luisteraars bemoedigd mag worden door de woorden die ik vanmorgen naar voren heb gebracht. Wij bidden u, Heer, om deze woorden weer te zegenen. En dat degenen die hebben gehoord, dat zij standvastig zullen zijn. En dat zij ook onwankelbaar zullen zijn. En degenen die u nog niet hebben geaccepteerd in hun leven, dat zij hun hart ook zullen openstellen voor u. In Jezus' naam. Wij danken u, Hemelse Vader, dat u bent de eeuwige, de almachtige en de waarachtige God. In Jezus' naam. Paropamiren, matur kesuwun, Gusti berkahi. Shalom.